Aan het eind van de 40e jaren, in het begin van de jaren 50, was de Europese auto-industrie nou niet in zo'n rooskleurige situatie verzeild geraakt. In Amerika waren de auto's echter groot en luxe, want daar deed ook de elektriciteit zijn intrede. Met een simpele druk op de knop ging je dak open en je zat lekker in het zonnetje en je kon de raampjes open doen, zodat de wind door je haren wapperde en het was genieten en het was comfort. Ook in die tijd kwam er een revolutionaire vinding en die vinding veranderde de levens van tienduizenden Amerikanen, de autoradio. En in die tijd, toen de rock'n'roll net begon en als je dan de knop omdraaide, dan hoorde je dit.